shirt, Rob. Dit is het shirt van Alpe d'Huez waar we hier gaan fietsen. Kijk, Zorro, weer Rock You, Mary Poppins. Staat erop, alle sponsoren. Shirt uitgifte vandaag. Het is maandag 24 mei en nog anderhalve week. En dan moeten we het gaan doen met musicals voor KWF. En de zenuwen zijn flink toegeslagen bij iedereen. We hebben vandaag alle kleren gehaald, dus dat iedereen er strak in hetzelfde uitziet. En, wat betekent dit voor jou? Ik vind het heel bijzonder. Wat ik heel bijzonder vind, het is hartstikke druk hier vandaag ook. En er gaan straks 2.500 mensen fietsen. Er zijn nog 7.500 mensen begeleidingen, alles bij. En iedereen doet het belangeloos. Elke cent. Ook dit vandaag Papendal hier, dat wordt gratis beschikbaar gesteld. Anders gaan ze ergens anders heen. Dus er blijft nergens ook maar een cent hangen. En ik vind het heel bijzonder om daar een onderdeel van te mogen zijn. Om zoveel mogelijk geld te halen voor het Koninklijk Eliminatiefonds, voor het Kankerfonds. Dat is heel belangrijk. En iedereen heeft heel veel mensen in zijn omgeving dan met de ziekte of verloren eraan. Of die nog steeds ziek zijn of vechten. En ik denk dat we als gezonde mensen heel erg blij mogen zijn. En als je dan op deze manier muziek voor mij persoonlijk en mijn hobby fietsen kan combineren om er ook nog iets zinnigs mee te doen voor de verandering, dan word ik er erg gelukkig van. En wat verwacht jij zelf van de tocht? Nou ja, kijk, de eerste 2-3 keer, ik heb de marmot gefietst vorig jaar, voor degene die dat zegt. Dus de politie vond het goed, dus de eerste 2-3 keer zou wel moeten lukken. Daarna weet ik het niet. Ik ga wel zien. Ik ga om 5 uur 's ochtends starten in het donker en we zien wel hoe ver we komen. Oké, nou veel succes. Dankjewel. En we gaan nog van je genieten. Oké. De volgende gast die ik wil aankondigen is een bijzondere. Dat is namelijk een fietsende musical star of een musical star die ook fietst. René van Kooten ziet er verschrikkelijk afgetraind uit. Het is ook nog eens een verschrikkelijk mooie jongen. Dus we kunnen ook wat zien. En hij kan verschrikkelijk mooi zingen. Nou, dat is een dodelijke combinatie. Hij heeft echter één foutje gemaakt. En dat is dat hij net tegen mij zei op mijn vraag van hoe vaak ga je omhoog volgende week, zei hij 4 keer. Sorry René, ik kan het niet laten. 4 keer. Ja, dat is nou net even niks. Maar hij heeft er ook bij gezegd, de 6e keer is voor zijn moeder. Dus 4 keer, dat is natuurlijk onzin. René gaat 6 keer omhoog. En hij gaat dat zingen doen, mensen. En daar gaan we hem aan houden. Hij gaat nu voor ons optreden met 2 prachtige nummers. En op de Alp zijn wij er allemaal zo meteen getuigen van dat René niet alleen een fantastische musicalster is, een hele mooie jongen, maar een geweldig mens. Een daverend applaus voor René van Kooten. Dank u wel. Dit is een nummer uit De Man van La Mancha. En dat wil ik heel graag zingen, want het gaat over Don Quixote. En het gaat over iemand die zijn dromen najaagt. Ook al gelooft niemand erin. Die gaat voor het onmogelijke. Ook al verklaart iedereen hem voor gek. En dat leek me wel redelijk toepasselijk. Het is gaan voor iets. En opgeven is geen optie. Het heet The Impossible Dream. Too weary to read.
follow that star, no matter how hopeless, no matter how far, to fight for a ride, without question or pause, to be willing to march into hell for a heavenly cause. I got life, mother. I got life, sister. I got freedom, brother. I got good times, man. I got crazy ways, daughter. I got a million-dollar charm, cousin. I've got headaches and toothaches and bad times to like you. I got my hair, I got my head, I got my brains, I got my ears, I got my eyes, I got my nose, I got my mouth, I got my teeth, I got my tongue, I got my chin, I got my neck, I got my tits, I got my heart, I got my soul, I got my back.